Gemist. Kijkers BZV smelten weg bij Herman en Fleur. De kijkers van Boer zoekt vrouw klaagden dit seizoen meer dan eens dat vroeger alles beter was. En na het zien van het tweede special van BZV zou je ze nog geloven ook. Hierin praatte Yvonne Jaspers bij met Herman en Fleur. Zij deden in 2016 mee aan Boer zoekt vrouw en groeiden al snel uit tot een van de meest geliefde stelletjes uit de geschiedenis van het populaire datingprogramma. En de liefde was na al die jaren nog niet gedoofd. Niet alleen tussen Herman en Fleur, maar ook niet tussen het ontwapenende koppel en hun fans. Leeuwenkoningin, wat vond ik dat seizoen met Herman toch goede tv. Dit is waarom ik een volgende keer toch weer ga kijken, want je blijft hopen. Wat een lief stel. Punt Claudia Emmen, weer gesmolten van Fleur en Herman. Nathalie Montfort, graag elk jaar een Fleur en Herman update. Wat een schattig stelletje. Punt Bren, Herman zit in mijn hart. Dat is voor mij waar Boer zoekt vrouw om draait. Ontluikende liefde. Nieuwigheid. Vlinders. Voorzichtige open diepe gesprekken. Jobla, en dan te bedenken dat Milou steen en been liep te klagen over een verhuizingtje naar Zeeland. Fleur gaat gewoon naar Frankrijk. Hekje Boer zoekt vrouw gewoon voor de liefde. In totaal genoten niet minder 2.779.000 kijkers van het weerzien met Boer Herman en Fleur. Daarmee eindigde ook deze veredelde knip- en plakaflevering van BZV op de eerste plek van de kijkcijfer top 25. Draag ons den lifte handig mee op het succes van de Boer zoekt vrouw special. Dit WNL-programma scoorde 1.345.000 kijkers en eindigde daarmee, na het journaal van 20 uur, op de derde positie in de ranglijst.